Tolen en carnaval, dat is misschien niet de meest voor de hand liggende combinatie, maar toch wordt hier in Oud-Vossemeer al 23 jaar carnaval gevierd. Oud-Vossemeer, dat tijdens die dagen natuurlijk helemaal geen Oud-Vossemeer heet, maar... Rood Persoot. Hoe? Rood Persoot. Rood Persoot. Juist, carnaval aan de rand van Zeeland. Er was al wel carnaval, hè? Ooit in een wat grijzer verleden. Correct, jaren 70 was dat. Dat was wel een clubje die alleen binnen hun club de carnaval vierde. En die betrok alleen de jeugd er niet bij. En dat was ook van ons ook gelijk een eerste leer van als we beginnen, hebben we ook met andere carnavalsverenigingen contact gehad van hoe zouden we het best kunnen aanpakken om het ook levensvatbaar te houden. En toen hebben we, zeiden van als tip, de jeugd erbij betrekken. En dat hebben we ook gedaan. Goedemiddag. Jullie een beetje geoefend? Wij oefenen heel veel zelfs. Op de hip-hop polka? Onder andere, ja. Wanneer ben je nou origineel? Ik denk dat als je iets nieuws bedenkt en dat niet heel de groep hetzelfde doet. Dus mij te dans vragen, dat is vrij logisch. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen en of ze dat heel origineel aanpakken. Mag ik u ook nog even te dans vragen? Ja, zeker. Kom maar op. Gaat zonnetje nog schijnen vanmiddag? Altijd. Volgens mij misschien altijd de zon. Ben je niet zo bang voor? Nee, dat is elk jaar zo. Hey, gaat het goed samen, tolen en carnaval? Volgens mij en carnaval altijd samen. Ja. Dat gaat zeker samen, dat zie je toch? Al de mensen hier ook, die hebben het gezellig. Dus dat gaat zeker goed. Ik vind het heel erg leuk. Ontzettend leuk. Echt waar. Oud-Vossemeer heeft echt weer goed uitgepakt. Goedemiddag. Wat zijn deze dames met het prachtige gekleurde haar allemaal aan het uit... Waterballet. Het waterballet. We hebben heel hard geoefend. Willen jullie het zien? Nou, heel graag zelf. Komt. Dames, goed. Dames, ja. 1, 2, 3. We zijn er blij mee. Nu misschien wel jurybokaal. Vorig jaar grepen jullie ernaast, hè? Klopt, dat is de hoofdprijs. Die hebben we 2 keer gewonnen. En bij 3 keer mag je hem ook houden. Maar dat is ons niet gegund. Dat zit jullie hoog, hè? Dat zit ons heel hoog. We hadden vorig jaar de meest prachtige wagen van heel de optocht. Maar volgens de jury ontbrak de act. Maar volgens ons is de optocht gewoon... Het gaat om de mooie praalwagens. Dus daarom doen wij dit jaar absoluut helemaal niks en zitten wij in protest. Hoe is het gegaan vanmiddag? Ja, fantastisch. Het begon even te regenen, maar... De sfeer zat er goed in, hè? De sfeer zat er goed in, het was geweldig. De sleutel gekregen van onze nieuwe burgemeester en... Toegesproken in je eigen taal, ja, dat mooier kan natuurlijk niet.